Op 17 november in MFC De Pluk in Geldermalsen vond de kick-off plaats van de grote digitaalstrijd Rivierenland. We hebben hier vanochtend ontzettend vroeg ontbeten met een hele hoop mensen uit het bedrijfsleven uit de regio, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties. En we hebben daarmee eigenlijk de kick-off gegeven, de aftrap voor de strijd tegen laaggeletterdheid in de regio. De laaggeletterdheid is hoog in deze regio. Wij schatten in dat er ongeveer 23.000 volwassen mensen hier onvoldoende goed kunnen lezen en schrijven om mee te kunnen doen in de samenleving. Die mensen hebben vaak ook onvoldoende digitale vaardigheden, kunnen onvoldoende goed internetten. En dat is een ongelooflijk groot probleem, want die mensen kunnen niet meer mee. Die kunnen geen uitkering aanvragen, die kunnen geen goede sollicitatiebrief schrijven, die kunnen niet met het openbaar vervoer reizen. Kortom, we hebben met elkaar in de regio een groot probleem. Vanochtend hebben we dat probleem onder de aandacht gebracht, ook van het bedrijfsleven. En we hebben 4 ambassadeurs gepresenteerd die ons, de bibliotheek, maar de hele regio gaan helpen om dat probleem op de agenda te zetten. Dat zijn Miranda de Vries, de burgemeester van Geldermalsen, Paul Verploegen, de voorzitter van het college van bestuur van het ziekenhuis Rivierenland, Wim van Baal, voorzitter van de businessclub Betuwe in Zaken, en Frans Duits. En die behoeft denk ik geen toelichting, want dat is een bekende Nederlander en zanger. Dus die 4 ambassadeurs gaan ons helpen. En tot slot hebben we gezegd, we gaan volgend jaar in 2017 met het bedrijfsleven een grote digitaal strijd organiseren in de hele regio. Dat is niet een groot dicté, het is een combinatie tussen een dicté, maar vooral ook digitale vaardigheden. Het is een grote digitaal strijd. Allerlei teams kunnen daaraan meedoen. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, maar ook gewoon scholieren, gewone mensen. Voorrondes houden we op 4 september in alle gemeentes in de regio. En de grote finale willen we dan houden, denk ongeveer in november 2017, bij de opening van het grote nieuwe cultuurgebouw in Tiel. Dat alles om de aandacht voor het probleem van de laaggeletterdheid, om dat echt weer daar volop aandacht voor te krijgen. En tussendoor hopen we met die grote digitaalstrijd ook nog wat geld binnen te halen, waarmee we op de bibliotheek weer goede plekken in kunnen richten voor alle mensen die moeite hebben met taal en met digitale vaardigheden.